Deze studenten zijn in hun thuisland hoog opgeleid in de technieksector, maar ze moesten vluchten, waardoor hun loopbaan abrupt is geëindigd. Fontis heeft nu samen met de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF een programma ontwikkeld. Na dit traject volgen de vluchtelingen een technische opleiding of ze gaan direct aan de slag bij een technisch bedrijf. Het belang is, wat ik zei, dat ze duurzamer binnen Nederland kunnen functioneren. Met een opleiding hebben ze meer bagage om binnen een bedrijf werkzaam te zijn, maar ook niet voor de korte duur, maar voor de lange termijn een goede baan te krijgen. Zonder diploma denk ik is het echt lastig om werk te vinden. Als ik een diploma van Nederlands heb, dan is het meer kansen, vind ik. AD-traject. AD-traject afronden. En daarna bij een technisch bedrijf werken. De vluchtelingen leren het onderwijssysteem kennen. Ze verbeteren hun taal en ontwikkelen hun studievaardigheden. Om daarna een goede doorstart te maken in de Nederlandse samenleving is het idee. In dit traject we zien hoe het Nederlandse studiesysteem is. En hoe we leren, hoe we studie hier. Dus ik vind het echt mooi om voor te bereiden voor een echte opleiding. Wij zien wel mogelijkheden in deze Brainport-regio om die mensen met een vluchtelingverleden te plaatsen binnen de bedrijven. We hebben natuurlijk veel connecties daarin. Het lesprogramma duurt 20 weken en daarna gaan de studenten allemaal hun eigen weg in de technieksector.